Hoe heb je geslapen na de eerste overwinning? Nou, het kan beter, maar ja, 3 punten hadden goed. Zeker. Wat vind je van de wedstrijd? Het was niet onze beste wedstrijd, maar zoals ik net al zei, de 3 punten is het belangrijkste. Juist. Iemand die zeker goed heeft geslapen. There she is! Jill Roord doet het in de extra tijd voor Oranje. Is het toch gelukt zonder goed te spelen? Nou, het op het veld al gezegd, maar het is natuurlijk heerlijk om gewoon 3 punten te hebben. En dat is een lekker begin naar volgende week zaterdag alweer, aanstaande zaterdag. Dus die nemen we mee. Aniek zit hier. Aniek heeft natuurlijk de wedstrijd, Anouk ook, maar goed, die komt er weer bij. Maar Aniek heeft deze wedstrijd mee mogen beleven. Die heeft de hele periode meegetraind. We willen je daar heel hartelijk voor bedanken, want je hele hebben en houden heb je erin gegooid. En je hebt jezelf laten zien, maar je hebt ook het team verder geholpen. Dus dank je wel. Even. Maar natuurlijk hebben we voor jou ook een shirt. Ik snap het ook niet. Ik snap gewoon niet. Maar ik denk gewoon dat ik dacht, hoe kan ik nou in deze situatie komen? Oké, de sari, zeg maar, daar is het. Nee, ik kan niet zeggen. Ik raakte die bal gewoon. Daar is het doel. En het enige wat je moet doen is daarin schieten. Maar je schoot hem gewoon echt naast. Dominique Bloodworth. Bijna. Maar ik stond erachter. Ik denk, hè? Ik voel me zo kut daardoor ook. Nee, hoeft niet. Ja, maar dat hoeft echt niet. Ja, maar ik moet gewoon scoren. Dan zijn we niet zo in paniek. Ja, eens. Dus wel een kans. Ja. Ja, het is wel een kans, maar er is wel meer kansen gehad. We hebben echt genoeg kansen gehad, hoor. Ja, dat is ook zo. Het is wel even. Rustig. Ik moet echt naar het beeld gaan kijken. Oké, we zitten hier met de jongste van het team. Fik, hoe voelt het om voor het eerst op een WK te zijn? Ja, super gaaf. Echt. Ik heb met kippenvel daar gezeten. Ja, heb je genoten? Ja, ik heb heel erg genoten. Vooral toen die nog even scoorde. Ja, nu. Dat was een kippenvel moment, hè? Ja, toen ging ik even bijna janken, maar... Je zit de wedstrijd terug te kijken, zie ik. Ja, we zitten even te analyseren. En wat is jullie conclusie? Dat we vaker tussen de linies kunnen spelen. Ja. Oké. Maar al met al toch wel blij met de eerste 3 punten, toch? Ja, dat is zeker blij. Daar zit de doelpunt te maken. We zijn halverwege. We hebben even lekker geluncht. Nu even de benen strekken. En ik zie dat daar momenteel een fotoshoot aan de gang is. Dus ik zal jullie even meenemen. Kijken wie dat zijn. Mooi, hè? Heeft iemand ook een zonnebril mee, zodat ik het ook echt kan zien? Ja, dat is echt sterk. Maar waar zijn we eigenlijk? In welke stad? Ik heb geen idee. Amiens. Waar zijn we? Amiens. De vraag is... Amiens. Amiens. Hoe spreek je het uit? Ja. Ja, ik zou het niet weten. Amiens. Amiens. Ik vind het mooi. We hebben even lekker geluncht, hè, Vief? In Amiens. Amiens. We denken dat we het zo uitspreken. Hoe lang moeten we nu nog in de bus, denk je? 1,5 uur volgens mij. 1,5 uur, oké, let's go. Nu je eenmaal gestart bent, wil je gewoon die wedstrijden spelen. Want dat is natuurlijk het leukste wat er is, die wedstrijden spelen. Alleen, ja, er zit nu volgens mij 1 dag wat korter ertussen. Maar volgens mij is iedereen weer gebrand om er een goede wedstrijd van te maken zaterdag.
wel eigenlijk niet normaal dat je in een ander land bent en je hebt het gevoel alsof je thuis aan het spelen bent. Dat is echt tof. Het was echt leuk om te zien hoeveel mensen er waren gekomen. En ja, je voelde het al in de bus, de mensen langs de weg. En ja, het was echt heel fijn. Ja, en dan straks nog een paar meer. Ja, ja, zeker. Zaterdag is uitverkocht, toch? Dus ja, dat is gewoon hartstikke vet. Gewoon helemaal top. Ja.